Goedenavond. Ik zal het vak handelskennis behandelen. Ik ga hier wat lichtjes eroverheen, omdat ik een samenvatting van alle lesmateriaal heb gemaakt. Er zullen dan enkele 7 lessen zijn. En de 7 lessen of tot 8 lessen dat jullie moeten nakijken. Dat zijn de samenvattingen uit het boek dat je zou moeten kennen. Ik ga even het programma behandelen. Het programma zegt, pardon hoor, het begrip economie dat u moet kennen met de onderdelen welvaart, behoefte, bevredigingsmiddelen en schaarste. In het volgende hoofdstuk hebben we dan de goederenhandel, vormhandel, levering en betalingscondities. Verder hebben we de handelsinstellingen, opslag van goederen, vervoer en verzekeringen, betalingsverkeer, effecten, banken, overeenkomsten. Daarnaast hebben we de ondernemingsvormen en ook de belasting en sociale wetgeving. Voor elk onderdeel dat ik heb opgenoemd, zullen er vragen bij het examen voorkomen. Verder wil ik uitleggen dus dat er uit het boek Wegwijs in het economisch leven wordt de lessen worden verzorgd en de samenvattingen zijn gemaakt. Aan de hand van de examenopdrachten heb ik ook voor ongeveer 4 lessen gehighlight met de correcte antwoorden die je uit het hoofd moet kennen. Dus de normale lessen samenvattingen uit het boek dat u moet kennen uit het hoofd en ook de samenvatting wat ik gehighlight heb, dus dat je ongeveer weet hoe het examen eruit zal zien. Maar ik heb de correcte antwoorden wel gehighlight. En al deze examenopdrachten moet je goed nakijken. Als je hem heeft nagekeken, bestudeerd hebt, zullen we dan daarnaast op het einde een examen voor u plaatsen. Dat betekent, als u voor het examen 5,5 heb gehaald, wordt hij afgerond tot een 6. Heeft u hoger of meer dan een 5,5, heeft u het examen van ons gehaald. Ja, een fijne avond of een fijne ochtend.